Ik heb een probleem. Nou, het is niet een heel groot probleem. Het is een klein probleempje. Want ik heb namelijk een spel wat ik super leuk vind om te spelen. Wat ik de laatste tijd ook vet veel speel. Maar wat eigenlijk helemaal niemand kent. Dus ik kan er wel een YouTube video over maken. Maar ja, misschien vinden jullie het helemaal niks. En dan is het eigenlijk wel een beetje zonde van de tijd dat ik dan hier een video over maak. Maar ik dacht, weet je wat? Ik doe het gewoon! Ik vind het leuk, dus ik ga er gewoon een video over maken. En welk spel is het dan? Trommelgroffeld. Rollercoaster Tycoon Classic! Dat is mijn game, jongen. Het is van vroeger, oldschool. Ik hou er echt van. En wat het eigenlijk inhoudt, je moet gewoon een park maken. Maar de laatste tijd heb ik al best wel wat parken voltooid. En je moet wel bedenken dat elk park die je voltooit, daar ben je zo 2 uur mee bezig. Maar ik ben hier bij die blauwe parken. En dit zijn echt parken die wel vrij moeilijk zijn. Ik heb er al een aantal gehaald, maar hier was ik wel eventjes mee bezig. En ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon zo'n park aan jullie laten zien. Gewoon zo'n moeilijk park ga ik dus aan jullie laten zien. En dan gaan we gewoon van nul beginnen. En dan ga ik hem helemaal voltooien. En welk park het gaat worden, dat gaat deze park worden. We moeten een maandelijkse inkomst halen uit toegangkaartjes van attracties van minstens 8000 euro. En ja, ik kan jullie iets vertellen. Dat is belachelijk veel. Dus ik moet echt een mega groot pretpark maken met vet veel attracties. En proberen die 8000 te halen als maandinkomsten. Dus daarvoor gaan we strijden en dan wordt dit gewoon een leuke Rollercoaster Tycoon video met dus als opdracht deze map halen. Maar ja, dit kan wel 2-3 uur duren, maar ik vind het wel echt een leuk spel, dus dan gaat de tijd ook wat sneller, hè. Maar als jullie toch nog zin hebben in deze video, ook al kennen jullie misschien dit spel niet, doe even dat duimpje omhoog. 2-3000 likes zou toch heel erg tof zijn. En vergeet ook niet te abonneren en dan dat belletje te drukken. En voor bouwzame kleding, check natuurlijk bouws.nl. Maar de greenscreen is nu omhoog en dan kunnen we gaan beginnen een nieuwe park starten. Het voordeel van dit park is dat dit een heel groot park is. Ja, en ik vind het dus super tof. Er is al 1 achtbaan ingemaakt. Dat heb je vaak in parken. Dan hebben ze al, of de makers hebben al 1 iets erin staan. Nou, en dat is in dit geval dus deze mega achtbaan. Die is echt insane groot. Dus daar hoeven we niet zoveel mee te doen. En je hebt gewoon 1 pad naar, naar die achtbaan. Maar wat ik meteen eventjes ga doen is kijken hoe duur die achtbaan is. Want dit is best wel een goede achtbaan met best wel goede statistieken. Dus ik weet zeker dat ik hier voor deze achtbaan gewoon 15 euro kan vragen. Omdat die gewoon zo ontiegelijk groot is, dan gaan mensen er alsnog wel in. En dan kunnen we al best wel veel verdienen, zeg maar. Dus dan kijk, inderdaad, mensen betalen gewoon 15 euro hiervoor. Dus dat kunnen we makkelijk vragen. En op die manier verdienen we meer geld, zodat we meer attracties kunnen gaan maken. Maar het eerste wat ik ga doen is even een padpatroon maken. Gewoon een pad waar mensen overheen kunnen lopen. En daaraan kan ik dan attracties gaan maken. Dus dat ga ik eerst hebben. Oké, dit is nu even het patroon wat ik heb gemaakt, zodat ik hier in al deze gangen zeg maar allemaal attracties kan gaan bouwen. En ik ga natuurlijk prullenbakjes toevoegen en bankjes neerzetten, zodat de gasten hun troep niet in het park gaan achterlaten. Dat zijn allemaal van die tips. Dat leer je gewoon als je het veel speelt. Ja, dan leer je vanzelf dit spel goed spelen. Want je moet ook een patroon maken, zodat de gasten niet verdwalen. Maar dat zijn van die kleine dingetjes. Nou, ik heb ondertussen een paar kleine attracties gemaakt en allemaal winkeltjes, een wc en waar mensen paraplu's en platte gronden kunnen kopen van het park. En die achtbaan staat er nog steeds. Dus hè, de basis is er nu. Nu is het gewoon een kwestie van allemaal attracties bouwen. En dan gaan we langzamerhand het park uitbreiden. Kijk, we hebben hier achter nog mega veel landschap. En de paden die ik nu heb gelegd, die kunnen we daar langzamerhand die kant op gaan bouwen. Dus dan ga ik de hele tijd in vierkanten die kant op bouwen. Maar wat ik nu ga doen is even wat extra geld lenen van de bank. Want ik heb nu momenteel niet heel veel geld meer. Ik heb nu 11.000. Dus nu is het tijd om een achtbaan te gaan maken. En dan hebben we Kurkentrekker achtbaan. Die is op zich wel nice. Hypercoaster ook nice. Maar het Kurkentrekker is echt nice. En ik heb daar nog achtbanen voor klaarstaan. Kijk, als je ooit een keer een achtbaan hebt gemaakt, kan je die achtbaan opslaan en die kan je dan zo neerzetten. Zeg maar, gewoon omdat je hem ooit al een keertje hebt gemaakt en hem hebt opgeslagen. Moet ik er alleen een mooi plekje voor verzinnen. Maar dit is 1 goeie die ik dus ooit een keer heb gemaakt die vet goed werkt. Die echt vet veel tickets kan veroorzaken. Hier staat hij wel prima. Ja, we gaan hem hier bouwen. En moet je zo meteen opletten hoeveel mensen daarin gaan en hoeveel geld dat kan opleveren. Dan gaan we natuurlijk de prijs even flink opschroeven. Ik doe nu de prijs even naar 7,5 euro. Kijk, het is natuurlijk niet zo groot als die achtbaan die hier gewoon al stond. Maar ik denk voor 7,5 euro dat de mensen er ook wel in gaan. Ik spoel het even vooruit. Vaak moet hij eerst even een testrit doen voordat mensen erin durven. Ja, oké, de eerste gast was er al. Ja, ze lopen nu langzamerhand binnen. Maar uiteindelijk komen er wel steeds meer. Ja, kijk, daar komen ze. En dat is gewoon 7,5 euro
Pet Ticket. En ik moet gewoon een paar attracties hebben die vet veel geld verdienen. En dan kan je steeds meer en meer en meer en meer maken totdat je zoveel hebt dat je die 8000 euro in één maand gaat verdienen. Maar dat is echt moeilijk. Bijvoorbeeld in de maand maart en april sta ik nu 8000 en 7000 in de min. Maar dat komt omdat ik heel veel heb gebouwd. Maar om 8000 in de plus te komen, ja, dat onderschat je wel. Dat is echt vet veel. Maar we blijven gewoon doorstrijden. Vroeg of laat. Het gaat gewoon lukken. Ja, daar is weer een nieuwe achtbaan erbij. Oeh, we hebben hier ook nog een achtbaan. Langzamerhand raakt het park vol. We hebben hier ook nog attracties gebouwd. Ja, ik ben jongen, dikke rollercoaster tycoon pro. Ja, voor degenen die dit vroeger ook hebben gespeeld. Jongen, jullie zijn legends. Ja, ik weet niet. Ondanks, het is gewoon iets oud of zo. Ik vind het nog steeds mooi. Deze achtbaan hier, het loopt niet als een trein. Nou, op zich. Jawel, er komen genoeg gasten bij. En het is toch wel even 5 euro per ticket. En wat ook chill is, hier heb je zo'n fotoapparaat erbij. En mensen betalen 2 euro voor elke foto. Dus eigenlijk betalen ze 5 euro voor de rit. En de meesten kopen ook nog een foto. Dus dan krijg je eigenlijk 7 euro per verkochte ticket. Kijk, oh, hij loopt helemaal vol. Dus dat is mooi. Eventueel kan ik de prijs nog hoger doen. Maar voor nu is het helemaal prima. En ja, dit gaat hartstikke goed tot nu toe. Dit is zeker niet verkeerd. Ik bouw lekker door. Ik ga het lekker doorbouwen met achtbanen. Want achtbanen leveren vaak het meest geld op. Oh, wat? We hebben het al gehad. Jee, al donders. Oké, dit ging echt veel sneller dan verwacht. Ik zat nog gewoon lekker achtbanen te bouwen en dergelijke. Kijk, dit was mijn nieuwste aanwinst. Maar we hebben het al gehad. Dat betekent dat we een nieuw park hebben vrijgespeeld. Maar ondertussen, mijn park, die werd al iets. Maar zo heel groot is het niet eens geworden. Als je het vergelijkt met sommige andere parken die ik heb moeten bouwen om mijn opdracht te halen, dan was dat echt veel meer werk. Maar blijkbaar was het nu al gelukt. Dit ging echt heel super snel. Oh, hier is deze achtbaan met looping. Ik had net even de prijs vastgesteld. Ik doe hem gewoon 7 euro. Zullen de mensen ingaan in mijn achtbaan met looping? Ik denk het wel. Ja, daar komen ze al. Het heeft altijd even tijd nodig. Mensen moeten altijd even doorhebben dat die nieuwe achtbaan er staat. Hier, minigolf, die had ik ook gebouwd. Maar deze was er dus ook bij. En we hebben een bewegingssimulator gekregen. Die werkt ook altijd goed. Maar oi, oi, oi. We hebben het gewoon binnen 1 jaar gehaald. Soms ben ik gewoon 4 jaar lang bezig om het te halen. Kijk, het is nog steeds jaar 1. Augustus jaar 1 is het nu momenteel. We hebben het echt heel snel gehaald. Dit is misschien echt een van de snelste pakken die ik ooit heb gehaald. Maar net een mooie video maken van kijk eens hoe goed ik ben in dit spel. Nou, dat heb ik nu wel bewezen ook. Oké, maar ik laat even wat andere parken zien van mij. Want ik heb echt zieke parken gemaakt. Gewoon even gewoon een aantal. Dan kan je het een beetje vergelijken met dit park. Hoeveel groter die zijn. Dit is by far de snelste park die ik ooit heb gehad. Deze heb ik dus nu gehad. En nu hebben we deze vrijgespeeld. Yo, deze ziet er ook wel lijp uit hoor. Heb je met allemaal water er tussendoor. Dat vind ik eigenlijk altijd irritant met water. Maar oké, we gaan even wat parken laten zien. Opgeslagen parken. We gaan even een groot park uitzoeken. Deze is wel lijp. Oké, we gaan even deze laden. Gewoon even kijken. Oh, dit was ook op het water. Maar kijk hoe vol dit is gebouwd. En als je dat vergelijkt met het park van net. Dat park van net stelde niks voor mij doen. Ik heb zoveel lijpere parken gemaakt. Maar ik heb ook één echt gigantisch grote gemaakt. Die ga ik even opzoeken. Was dat deze? Volgens mij wel. Deze is wel inderdaad erg lijp. Volgens mij was dit wel een van mijn grotere parken. Check dan hoe vol dit is gebouwd met achtbanen en dergelijke. Kijk, met zo'n park ben je echt uren bezig. Met het afgelopen park was ik binnen een half uurtje uiteindelijk klaar. Dus dat valt wel mee. Maar check wat een park dit is. En hier was ik dus echt gigantisch lang mee bezig. Maar de opdracht van dit park was hier, dat je in jaar 3 750 bezoekers moest hebben. Ja, jullie zien het. Het is nu jaar 4, maar ik heb gewoon echt gewoon 1000 bezoekers meer. Dus dat is makkelijk gelukt. Maar dan moet je 3 uur lang, zeg maar, spelen. Of 3 jaar lang moet je, zeg maar, spelen. Nou, dat is niet echt 3 jaar, maar dat staat ongeveer gelijk aan 2 uur, denk ik, of zo. Maar dan moet je zo lang spelen en dan moet je dus ervoor zorgen die opdracht te halen. Maar dat heb ik dus ook gehad en dat kost een stuk meer werk. Maar ik had volgens mij nog 1 grotere. Ja, ik denk dat dit mijn grootste park is die ik heb gemaakt. Check dit. Ik heb ook gewoon 100.000 goud. Dat is echt niet normaal. En dit was ook zo'n park. Ik had alles aan het begin gesloopt. Jullie zien het. Je hebt allemaal patronen van, zeg maar, vierkanten. Als je het een beetje goed bekijkt. Dus hier heb je vierkant en dan loop je hier weer een vierkant. Maar ja, ondertussen is het helemaal volgebouwd. Maar je hebt allemaal hoeken. En daartussenin heb ik dus allemaal attracties gebouwd. Het was maar wat werk om dit allemaal in elkaar te zetten. Maar dit ziet er toch wel echt heel vet uit. Check wat
een attractiepark. En ik heb gewoon dus bijna 4000 gasten in dit park. En al 100.000 goud. Wat was mijn opdracht? Ik moest 1100 bezoekers hebben in jaar 3. Ik heb gewoon bijna 4 keer zoveel. Maar ik weet niet, op de een of andere manier vind ik dit spel leuk. Als jullie zeggen, hey Joran, je moet dit spel vaker gaan spelen. Laat het dan even weten in de comments. En dan kan ik misschien vaker opdrachten met jullie gaan doen. Want je hebt hele moeilijke. Welke was ook alweer echt lastig? Ja, deze was heel lastig. Hier heb ik echt lang over lopen strijden. Want hier heb je een aantal achtbanen. En die moet je afmaken. Maar dan moet je zeg maar een opwindingswaarde hebben van 6,7%. En dat is best wel veel. Dus je achtbaan moet dermate leuk zijn. Dat die dan een opwindingswaarde heeft van 6,7%. Ik kan maar even laten zien hoe ik deze uiteindelijk heb voltooid. Kijk, dit is het uiteindelijk geworden. Maar die achtbanen moet je dan helemaal precies zo maken. Dat je die opwindingsscore haalt. Dat is vrij moeilijk. En dat kan je dan hier zo zien. Kijk, deze heeft een opwindingswaarde van 8. Maar deze was lastig. Deze heeft uiteindelijk 6,8 gehaald. Maar daar was ik zo lang mee bezig. Dat is zo frustrerend. Maar aan de andere kant, het is ook leuk. Het is ook leuk. Maar check wat de chaos van achtbanen het hier zo is. Allemaal echt. Allemaal achtbanen. Dit was echt een gepuzzel. En dit was echt een moeilijk level. Maar ja, die level van net, die was echt zo gedaan. Maar hey, dit was voor deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan heb ik tenslotte nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Jij vond deze video leuk, hè? Ik heb je wel door. Want ja, anders heb je ook niet gekeken tot het einde van deze video. Maar hey, dan heb ik nog een andere leuke video voor jou. Die staat namelijk hier. Daar kan je op drukken. En dan kan je nog een leuke video van mij kijken. En druk natuurlijk op het knopje hier. Dan kan je abonneren. En blijf je op de hoogte van al mijn video's. En voor Bouws uit mijn kleding, check natuurlijk Bouws.nl. Hartstikke mooie kleding!